Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag 26 oktober. En het is 11 minuten over 2. Ik heb mijn oorbellen neer, merk ik. Dat zie ik nou zelf ook pas. Astrid zou dus niet komen, dat maakt het niet uit. Mijn hondje is net buiten geweest, dus die mag zijn melkkorrel weer af. Goed zo. Oeh ja, je neusje weer wrijven, hè? Of niet? Ja, hè? Oeh ja, ja. Dus ja, ik ga straks mijn camera's leeghalen van gisteren met Halloween gebeuren. En dan zal ik sowieso beginnen met een vlog in elkaar te zetten. En hoeveel vlogs het van gisteren wordt, weet ik niet. Het kunnen twee worden, het kunnen drie worden. Want ook Chrissy is aan het vloggen geweest met deze camera. Dus ja, ik moet even kijken, hè. En ik had mijn GoPro mee gistermiddag. Gisteravond niet. Dus ja, even kijken hoe en wat. En dan zullen we het bekijken verder. Maar ik ga eerst even een bakje koffie maken, want ik heb dorst, ja. En ik heb post gekregen. Dus dat moet ik ook even bekijken. Dat is een rekening die ik gepresenteerd krijg van de crematie van Arlen. Ja, maar ja, ik weet het al hoor. Maar ik heb even een regeling getroffen dat ik het niet in één keer moet betalen, maar in drie keer. Dus ja, dan sturen ze het opnieuw weer toe. En ik mag het in drie keer doen. Ik heb al één keer betaald. Dus het komt allemaal goed. Ja, ja. Ik vind het een beetje veel. Om dat in één keer te betalen. Het is niet veel. Ik heb het ervoor over. Maar wel te veel om het in één keer te betalen. Dat is mijn hondje bij wijze van spreken. Komt overlijden, doe ik het zo weer. Ja hoor. Geen problemen mee. Maar je mag het dan uitgebreid betalen. Nou, en dat hebben ze wel vaker dat dat gebeurt. Dus ja, waarom niet, hè? Ik bedoel, het mag. En daar ben ik blij om. Ja, het is afwachten. Nou, december heb ik het al betaald. Ja, toch. Tenminste, deze maand krijg ik weer. Dat wordt dan de tweede keer. En dan in december kan ik weer betalen. Nou, ja, maakt niet uit. Aan het eind deze maand krijg ik geld. Ja? Nou, en daar betaal ik dan weer geld van. Voor december. En in december, eind december, betaal ik gewoon weer. Zo simpel is dat, dan ben ik er weer vanaf. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik ga even wat lekker doen. En, oh ja, ik wens jullie ook natuurlijk een welkom bij een gloednieuw vlog weer van mij. Hè, van Corinna en de Beestenboel. Maar nou doet mijn computer raar. Zo, mijn diervoorstelling, die deed het niet. Nou, dat moet wel gedaan worden, hè? En ik zie nog twee kaartjes. Nou ja, dan gaan we zo ook even achteraan. Maar ik moet ook eerst nog bellen naar de Eneco. Want mijn ome Toon die doet het niet. Ja, hij doet het wel, maar niet goed. Hij geeft het weerbericht niet door. Omdat hij is niet verbonden met de router. Ja, hoe dat moet, weet ik niet. Dus ook die moet bellen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb de Eneco eindelijk aan de telefoon gehad. Op de site, wel nummers, maar eerst doet hij het niet en dan doet hij het weer wel, terwijl je goed had ingetypt. Ik, Karin vraag, tenminste Karin die appte mij van hoe het ging, et cetera. Dus ik zei dus hoe het ging. Ik zeg alleen, ik krijg weer hoofdpijn als ik de Eneco niet krijg te pakken. Nou. Die hebben me een nummer gegeven en dat was het juiste nummer, die ik dus niet op de site kon vinden. En dus die ga ik straks wel opslaan voor het geval van, hé, je weet het nooit. Ze sturen een monteur, maar ik krijg de komende uren, een van de uren die in het verschiet ligt vandaag, krijg ik telefoon, zo niet. Heb ik een ander nummer weer gekregen. Dat rond een uur of vijf, als dan nog geen telefoon is geweest, dan mag ik hun bellen om achter hun broek aan te zitten. Ja,
Nou, dat is wel aan mij toevertrouwd. Daar ben ik heel goed in. Ja, om achter iemand zijn broek aan te zitten. Ja, ik heb ooit een man gehad. We waren heel gelukkig toen. Maar ik was de stok achter de deur voor zijn studie. Ja, heb het toen met slag en wimpel gehaald. Dat moet ik zeggen. Maar oké, maar ik ook bij anderen ben ik zorg. Ja hoor, ik ben een hele goede stok achter de deur. Ik heb ook iemand zo van het rook af weten te helpen. Nou ja, dat is toch je gezondheid. Ja toch? En dat is ook allemaal heel goed gegaan. Een beetje bij beetje hebben we het afgebouwd. En ze is nou ook rookvrij. Ze ook niet meer. Nee, nou daar ben ik blij om. Ja. Dus helemaal geweldig. En zo zijn er meerdere dingen. Dan vragen ze mij om hulp. Oké, wil je helpen? Ja hoor. Zolang het geen geld is, wil ik je overal mee helpen. Geld krijg je niet, want ik zelf ook bijna niet. Dus ja, dat krijg je dan sowieso niet. Maar voor de rest, ik wil je overal mee helpen waar ik mee helpen kan. Daarom ben ik ook de goede heks. Ja, ja, ja. Zeker. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder, want ik moet deze camera leeghalen. Ik moet de GoPro leeghalen. Mijn mobiel die gaat weer een WhatsApp. Dus ja, ik heb het druk. Dus geniet van alles met wat jullie doen gaan en tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Het is al heel erg vroeg, zeker nu laat. Het is maar hoe je het noemen wilt. Ja, ja. Hij springt net over. Het is nu exact 3:00 in de nacht. Ja. Ik heb het vandaag heel erg druk gehad. Ik wou snel beginnen aan de vlog van het Halloween. Dat is hem niet geworden. Ik ben er wel mee begonnen. Ik heb nu nummertje 2. Die gaat naar YouTube toe. Moet er nog eentje gaan doen. Dat is nummertje 3. Dus 3 vlogs komen eraan voor YouTube. Van Halloween. 3 stuks. En dan van vandaag nog. Nou, ik denk dat ik hem morgen eraan vastbereid. Ik weet het nog niet. Maar de derde die doe ik nou ook niet meer, want de tweede die is nou bezig naar, ja ik geloof het wel, ik weet het al niet meer. Ja, ik heb hem er net ingezet. Kan je nagaan. Maar ik ben ook moe hoor jongens. 33% geüpload, nog 46 minuten te gaan. En dus, dat is nummer 1 van het Halloween heksentijd. Ja, ja. Met Chrissy de heks. Erbij. En nou heb ik vervolg nummer 2 de map al klaar. En dit ga ik vandaag overdag, zaterdag 27 oktober wel doen. Plus de vlog van vandaag doe ik ook overdag. En ik ga nou lekker afsluiten en welterusten zeggen en graag tot morgen. En gezond opstaan. En ja, we zien elkaar wel weer aan de andere kant van de nacht. Ik zeg, toedeledokies. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. En zonder paars haar. Ja, de droge stukjes zitten nog in van de kapper. Maar dat is dan ook al. En ik heb mijn haar lekker even gewassen. Ik heb mezelf helemaal even lekker gewassen. En dan hoef ik een ander niet bij te hebben. Nee. Dat, ja, mijn hondje moest daar geduldig op wachten. Heeft hij ook wel gedaan? Hé, hey, ja, hij is zo lief. Ja. Hé, mooi. Ben jij lief, kerel? Ja, je bent lief, hè. Oh, kusje, dikkie, hè. Kusje, nee, nou dan niet. Ja, je zin. Maar oké, okay, we leven vandaag alweer op zaterdag. Om 13:52. Waarom wil dat niet weg? Weg jij. Het is vandaag 27 oktober. Ook dat nog eens een keer. Ja. Ik ben even mijn computer aan het opschonen met zeecleaner.
Daarna ga ik iets proberen voor Karen en Roderick. En ik ga koffie maken en een broodje klaarmaken, want ik heb zin in wat. En het regent hier. Het is niet lekker. Nee, het weerbericht krijg je een gratis cadeau van mij. Hoe vind je dat? Ja, het is puinhoop met een rietje, zeg ik altijd. Regent, het is vies, het is nat, ba 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 ba. Moet jij naar buiten? Weet je dat zeker? Het regent hoor. Ja, dat zeg ik. En dan vind je vies, hè, regen. Ja, hij vindt de regen vies, hè, kerel. Ja, hè? Waar is Eowyn? Oh, op de stoel onder de tafel. Ik zie je staar hangen. Eowyn. Meisje. Prinsesje, kom. Mauw. Ja. Ja. Ja, kerel. Wat is er dan? Hé? Oh, hoe is het dan? Hé? Het is gelijk donker dan in huis, hè? Met zo'n bui. Er is niks aan. Maar oké, maakt niet uit. We krijgen dus 3 vlogs van het Halloween. En wat ze andere week hier in Den Helder doen, dat weet ik ook niet. Want dan is het in principe echt Halloween, hè? Of Halloween, Halloween. De ene zegt Halloween, de andere zegt... Ik heb zelfs al Halloween. Ik denk, wat is dat, Halloween? Maar oké, maakt niet uit. Als een beetje mijn naam heb en de ene kan de letters wel uitspreken, de andere niet. En ik weet het anders ook niet. Maar in ieder geval 31 oktober, dan is het echt Halloween. Ja, en... Ik weet niet wat er hier gebeurt. Zover ik weet niks, maar we wachten het af. Maar ik krijg gewoon als heks. Ja, punt, klaar. Ik heb het jullie beloofd en ik vind het gewoon zelf ook leuk. Moet kunnen hoor, simpel zat. Oké, maar lieve vrienden, ik ga snel beginnen hier aan deze kant. Het is ook donker, bah. Dat is niet leuk hoor, nee. Mijn haar dat zit natuurlijk nog voor geen meter, want het is nog nat aan alle kanten. Er zit stevering in. Dus als ik mijn eigen keurig netjes weer op heb gemaakt, et cetera. Ik weet niet of ik dat vandaag doe. Ik ben toch alleen niemand die komt, zover ik weet, en anders maar wel. Ik bedoel, zo ben ik ook, toch? Ja, zo. Als je uit bed komt, heb je geen make-up op. Want als je naar bed toe gaat, doe je je make-up eraf en je gaat je kooi in. En als je eruit komt, dan staat je haar alle kanten op, dan de goeie. Nou, en ik heb het maar lekker gewassen, dus ja, het is nou nat. En ik doe dan make-up op wanneer mijn haar droog is. Maar dan moet je weer naar boven enzovoort. Nou. Of ik daar straks zin in heb, ik weet het niet. Als ik lekker bezig ben, dan ben ik bezig en dat doe ik ook voor jullie. Net zo goed. Hé? Ja nou? Is klaar. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaat. Of het nou regent of de zon die schijnt bij jullie, dat weet ik niet. En de hummeltjes, lieve mensen. Je zegt geen Karin, maar Karin. Ja, Karin. C-A-R-I-N, en dat spreek je uit als Karin, zoals met een K wordt geschreven, ja. Het is Henrietta Catharina en je schrijft Karin, met een C-A-R-I-N. Heel makkelijk, net als mijn naam. Iedereen schrijft mijn naam verkeerd. Ik ben Corina. Nou, een heleboel schrijven dat. C-O-R-I-N-A. Nou, dat is fout. Ja. Bij mij schrijf je Corina C-O-R-I-E-N-A. Heel makkelijk. Heel simpel. Dus ja. Maar beterschap, Deborah. Ja, van harte beterschap, wijfie. Heel hard nodig. En nog even, mag je gips eraf toch? Of is dat er al af? Maar ja, dan nog zal je het wel moeilijk hebben. En je moet weer lopen kunnen en alles. Komt wel goed, schatje. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, de groetjes en kusjes vanaf mijn kant, Daro. En
ik zal een kaartje schrijven. Ik heb jullie adres via Karin gekregen. Dus het komt allemaal goed. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer. Nog niet opgemaakt, maar die zit wel iets beter. Dus ja, ik ga ook mij vandaag niet opmaken. Ik heb geen zin om die trap weer op te moeten. Ik heb last van mijn knie. En ik wil eigenlijk nog eventjes de hort op. Nou ja, ik ga wel vaker zo weg. Tenminste vaker als ik niet opgemaakt ben. En ik blijf niet boven naar boven lopen, weet je. Dat zegt veel van me. En ik wil ook nog even weg. Staat de film te renderen. Dat is het slot van de Halloween. Dus 3 afleveringen. Ja, lol. Maar oké, maakt niet uit. Ik vind het wel leuk. Ja, dat komt allemaal goed. En mijn hondje ligt lekker rustig, Frodotje. Die is zo lief. Ja, goeie dikkie. Hé, Manneke. Ben je lief? Oh, hij wordt zo zwaar. Oh, goeie doosie. Oh, goeie dikkie doosie. Ja, en waar Ewen is? Nou ja, ik weet het niet. Niet op de stoel onder de eettafel. Maar ze ligt tegenwoordig op het vertrouwde plekje waar ook Arwen wel eens lag. En dat is daar, ja. Daar ligt ze. Dus ja, daar ligt ze. Nou, maar dat is gewoon leuk en lief. En toen zagen jullie me niet. Zo, nou weer wel. Maakt ook niet uit. Heeft Karin ook wel eens, hè, dat het af en toe donker is. En wie niet? Ik denk dat bij iedereen wel eens gebeurt. Bij de beste vloggers, zoals bij de Hummeltjes of Enzo Knol of noem maar op. Dus ja, je kan nooit niet overal licht hebben. En dan heb je wel een lamp erop, maar ook die doet het niet altijd juist op de juiste moment. Ja, hoe moet je het zeggen? Nou ja, jullie begrijpen me wel. Overdag helpt die niet. Nee. Of het moet zo ontzettend in een donkere hoek wezen, dan helpt die wel. Ja. In de kelder of zo. Hè? Maar ik heb geen kelder. Nee. Gelukkig niet. Ik heb wel een zolder, maar er is ook licht. Dus ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb een bakje koffie voor me staan. Die staat hier op de salontafel. Lekker bakkie koffie. Ga er lekker van genieten en even televisie kijken. En dan hoop ik dat ik nog eventjes weg kan. Ja, ik hoef niet de hele stad te doen, maar even naar de Dekamarkt. Dus dan ben ik ook zo weer terug. En de bezems die zitten nog aan mijn booster, haal ik er ook niet af. Geen zin in. Ik ben vetloos hoe dat er gaat. Nou ja, wie heeft dat niet? Iedereen denk ik wel eens een keer dat je geen zin hebt om eigenlijk je uit te sloven met wat dan ook. En ik moet mijn lichaam sparen straks weer voor de kerstspullen. Ja, maar ik ga geen takkenboel aan het plafond denk ik hangen. Ik zou niet weten hoe ik dat moet hebben in mijn eentje. En mijn mannetje, ja, die helpt niet vanuit de hemel. Nee, helaas niet. Maar oké, geniet van je dag. De zon die schijnt. Dus we hebben een heleboel regen gehad. Maar nog steeds niet genoeg voor de grond. Maar ja, oké. Het doet er niet toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Kiekeboe. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit hier in het donker. Althans, donker. Donker is het ook weer niet. Ik zie genoeg. Ik wou jullie even laten zien. Doppetjes met zippeltjes en champignonnetjes. Daar ook. En mijn camera is allemaal beslaan door de dam. En daar zitten 4 spekplapjes in. Ja, hij beslaat inderdaad. Halloween night. Ja, hij komt alweer bij. Maakt ook niet uit. Ik heb een wijntje staan. Ik ben met koffie bezig, zoals jullie horen. Ik zal er overheen moeten schreeuwen, denk ik. Dus ja, komt allemaal goed. En ja, ik ga lekker eten zometeen. Ik ben wel laat. Ja, mijn horloge heeft het al 18:50. Ik heb hem al teruggezet. Maar het is dus nog 19:50. Ja. Vergeet jullie klok niet terug te zetten. Ja, ik zeg het nou te laat, want jullie horen het andere week pas.
Haha, lol, maakt niet uit. Wens jullie een goede avond. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Het is natuurlijk al, hoe laat leven we eigenlijk? Weet ik niet eens. 21 uur, zegt de computer. En ja, ik zit naar All You Need Is Love te kijken. En ze zeggen toch altijd, je moet altijd een alibi hebben. Als er jou wat wordt gevraagd, nou dat heb ik dus. Ik heb een alibi, want ik zit naar All You Need Is Love te kijken. Ja, dat ze zijn al on tour. Dus ja, dan weten jullie dat even. Ik heb een alibi. Ja, ik ben niet weg, ik ben lekker thuis. Dus er kan mij niks overkomen en ik veroorzaak ook niks. Nee, ik heb een alibi. Punt uit. Lekker puh. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne avond verder. En voor later natuurlijk wel rusten. Slaap lekker met de mooiste dromen die er maar mogen zijn. Morgen krijg ik Chrissy weer. Dan gaan we samen even ook on tour. Of ik jullie meeneem, dat is graag tweede week niet. Dat zien we morgen wel weer, want het is morgen op schoenenjacht voorbij de jurk die ik met de trouwdag van Karen en Roderick aan moet. Dus ja, dat is even zoeken, even kijken, even doen. En ik hoop dat ik slagen kan. Maar in ieder geval, ik wens jullie verder genoeglijke nachtrust en graag tot aan de andere kant van de nacht. En vergeet, je wekker niet. Doei!